De Nierstichting Suriname heeft €500.000 nodig om haar gebouw te renoveren. Daarom is besloten om in samenwerking met SuAid een inzamelingsactie te houden. En die begint op maandag 1 november en gaat 7 weken lang door om het geld binnen te halen. We gaan eerst kijken naar gebouw, wat ze noemen gebouw 3. Daar is, zoals de heer Chitro aangaf, als het regent, begint het te lekken. Dus we gaan dat soort zaken gaan we het eerst aanpakken. Dan gaan we beginnen om een administratiekantoor hier op te zetten, vlak hierachter. En waardoor we de administratiediensten uit gebouw 1 en 2 gaan halen, zodat er meer ruimte komt voor additionele stoelen. We willen ongeveer 20 stoelen willen we in gebouw 3 plaatsen, zodat we meer patiënten kunnen behandelen op korte termijn. We focussen ons nu op de inzameling voor de Nierstichting. Daarna, wat ook een uitdaging is, want mensen zeggen soms geld toe, maar dan moet je dat ook echt binnenkrijgen. En dan willen wij zo snel als mogelijk het geld overhandigen aan de Nierstichting, zodat zij aan de slag kunnen gaan. Dus dat is nu de focus en dat willen we uiterlijk maart volgend jaar hebben afgerond. Je zult denken van ja, als mensen geld doneren, waarom duurt het zo lang? Dan kan je vertellen dat we over de inzameling van 2019 nog in mei 2020 geld hebben gekregen. Dus soms duren dingen gewoon iets langer administratief. Met de middelen die we hebben, soms heel moeilijk, verbruiksartikelen, geven ze ons meer dan 100%. Omdat die mensen zodanig gemotiveerd zijn. De patiënten die het niet weten, geven altijd de zusters de schuld. Want bij schaarste aan verbruiksartikelen, ren je van de ene zaal, ja, zaal A, B, ga je naar F, kom terug, dan zie je dat er iets ontbreekt. Maar ja, buiten is moeilijk. Het zijn mooiere centra, maar de behandeling, daar kunnen we trots op zijn. En daarnaast, waarom komen er veel mensen hier?